Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik dacht, met alles die gaande is in de wereld, dan zal iedereen wel ook merken dat de druk op de ketel wat groter en zwaarder wordt, waardoor dat we echt allemaal geduwd worden om, ik zou willen zeggen, om te breken of gewoon om het spel te verlaten. En dat maakt natuurlijk dat niet alleen ikzelf, maar heel veel mensen gedwongen worden vanuit hun team, vanuit het universum, vanuit de collectieve energieën om bepaalde wijzigingen aan te brengen, om keuzes te maken. En dat is ook hetgeen dat ik persoonlijk in mijn bedrijf en in mijn onderneming moet doen. Dus bij mij is vooral daarop gefocust, omdat mijn taak hier op dit moment een andere wending aan het krijgen is. Waar ik eigenlijk altijd al wist dat dat mijn, laten we zeggen, mijn de echte taak is. daarom dacht ik van, laat ik een video opnemen voor iedereen die daar toe getrokken wordt. De bedoeling is dat we twee kaarten gaan trekken van de tarot en dan een orakelkaart om extra uitleg. En eigenlijk de bedoeling is dat we een boodschap krijgen voor elk dierenteken. Het ene is de uitdaging en het andere gaat over advies. Dus voor elk dierenriemteken, we gaan starten met vis en dan ga ik ze random aflopen. En deze boodschap is eigenlijk van toepassing vanaf nu tot het einde van het jaar. Je weet, tijd is altijd vloeibaar, dus zet u daar niet op vast. Het maakt niet uit wanneer je deze video ziet. Als het is dat je de video nu ziet, oké, dan is het voor nu. Is dat je die pas volgend jaar of wanneer dan ook ziet, dan is dat ook een teken dat er een boodschap voor jou hier in deze video aanwezig zit. Dus, oké, ik hoor eerst van, een eerste is voor de collectief. En wat zien we eigenlijk? Hierophant. Religieuze tradities. Als dat nu echt geen toepasselijk kaart is. Dus dat is de uitdaging. De uitdaging gaat over de mind. Gaat over wat is het dat iedereen kracht en macht aan geeft en zich laat door controleren. En wat is het advies daarin? Jij. Jij bent zelf het advies. Je ziet ook het hart. En deze kaart gaat hier wel over, verwijst naar een man, maar het gaat voornamelijk over het jou. Het gaat over jou en de mannelijke energie in jou. Het feit dat je, net zoals ik dan echt gezegd heb, je eigen masculine energie, je eigen mannelijke energie. Ja, je weet, Engels en Nederlands bij mij gaan altijd door elkaar. Hè. Maar dus dat je eigen mannelijke energie verder heelt als dat nog niet zou gebeurd zijn. Om vanuit de verbinding met het hart dan actie te gaan nemen. En dat is wat de mannelijke energie over gaat. In functie van en in het teken van die balans met die eenheid. Dus die vanuit die eenheid en balans met die vrouwelijke energie hier dingen neerzetten en veranderen. Maar dus dat is ook hetgeen dat ik geschreven in die post dat ik gisteren gedeeld heb op Instagram en ook hier. De daadwerkelijke diepe veranderingen, transformaties, die zijn niet daarbuiten. Die zitten niet in de systemen. Die zitten niet in meer controle vanuit politiediensten of wat dan ook. Dat is een illusie wanneer het gaat over veiligheid. Ware veiligheid en ware rust is altijd te vinden in jezelf. En dat is natuurlijk hetgeen wat er gebeurt in het collectief nu. Heel veel onrust, heel veel disbalans, heel veel onvrede. Omdat er zoveel diepe transformaties zijn waar we nu doorheen gaan. Maar allemaal met als doel van die zelfontwikkeling, om in die donkere nacht van de ziel geduwd te worden. En dat is hetgeen dat we nu ook dieper voelen. Zelf loop ik al het pad van bewustwording of zelfontwikkeling sinds 2008. En nog steeds zijn er telkens weer volgende levels, de volgende uitdagingen, dat ik nog dieper in die overgave mag gaan, nog meer mag gaan vertrouwen op het feit dat ik ondersteund en wanneer dat ik belangrijke keuzes en veranderingen maak. Bijvoorbeeld in mijn business is een van de dingen dat ik nu moet doen, is eigenlijk alle één-op-één coaching loslaten. Behalve voor het jaartraject met spirituele ondernemers en lichtwerkers, omdat dat net daar nu de focus moet gaan liggen.
En dat vraagt natuurlijk ook weer heel veel overgave en vertrouwen van mijn kant uit, omdat de laatste jaren, en zeker na mijn echtscheiding, waren die één-op-één trajecten en het één-op-één werken met de mensen mijn grootste bron van inkomst. En als ik dat nu loslaat, dan, ja, dan betekent dat dat ik die veiligheid dat ik voor mezelf gecreëerd had, ook weer moet loslaten. Om het op een andere manier weer te laten gaan stromen en binnenkomen. En dat is hetgeen dat ik daarnet ook gezegd had. Waar ik voor mezelf daar ook weer heel veel mag gaan verschuiven en over gaan leren. Is ook maar weer het mooiste bewijs dat het leven moet geleefd worden en niet geanalyseerd worden. Dat is ook de reden waarom dat ik niet langer één op één mag werken. Omdat mensen op den duur zo lak worden en zo gemakzuchtig, zou ik bijna zeggen. En ik heb dat niet over iedereen, maar er zijn vooral mensen waar ik niet besloot om niet mee samen te werken. Omdat ze gewoon verwachten dat ik gewoon hen pasklare antwoorden geef. Maar dat is niet hetgeen wat ik leer. En toen zei mijn team ook van, maar Lindsay, alles wat jij leert aan mensen, alles wat jij geeft aan mensen, zit verweven en is vormgegeven in de cursussen en de trainingen die beschikbaar zijn online. In het e-book, in mijn boek 96 Vlammen, in... wat is er allemaal? Ik ben even blank. In het traject met de vlammen, waarin je 9 weken echt leert om een meester te worden van je eigen healing. Door te leren werken met die vlammen. Dan de cursus rond online, de online cursus natuurlijk, rond manifesteren. Daarin staan alle elementen rond manifestatieprocessen in verwerft. In uitgelegd. Dus ook voor lichtwerkers en spirituele ondernemers is het jaartraject. Daar staat alle dingen in die ze moeten weten. Want je weet het of niet, alles wat ik creëer is niet vanuit mezelf, maar komt vanuit channeling. Vaak ook dat ik ook moet weer gaan terugkijken van wat is er daar geschreven. Nu ben ik ook zelf weer bezig met het herlezen en het herwerken van de online cursus manifesteren met elementen. Omdat dat ook weer nodig is. Omdat daar weer een aantal nieuwe dingen, of nu moeten kijken of er daar nieuwe dingen mogen inkomen of moeten inkomen. Naar gelang waar we nu staan in de evolutie. Dus als je doorheen obstakels en moeilijkheden gaat en de angsten en de emoties en de gedachten worden zo overweldigend, weet dan dat niet alleen jij is die doorheen deze transitie en deze transformatie gaat. Maar dat is net hetgeen dat mag gedeeld en gezegd worden. Het is gewoon ongelooflijk lastig en uitdagend om altijd maar weer los te laten, om altijd maar weer nieuwe manieren te vinden, om altijd maar jezelf weer opnieuw uit te vinden als het ware, om nog steeds in deze 3D-structuur te kunnen blijven leven en te overleven. Dus daarom de boodschappen. We gaan beginnen met vis. En voor vis hebben we Thirst for Knowledge. Wacht, hè. Dat is de Page of Swords. We zien hier ook de verschillende tekens die met lucht verbonden zijn. Ik was aan het denken welk element dat weer was. Dus de uitdaging bij vissen ligt hem logischerwijze niet om deze keer in de emoties, maar in de mind. Let op dat je de komende periode dus niet te veel kracht en macht gaat gaan geven aan jouw gedachten, maar leer om veel meer vanuit je vrouwelijke energie en overgave te gaan. Wat is het advies? Letters. Dus een brief, schrijven, communicatie. Kan op verschillende manieren gebeuren. Ik ben aan het luisteren waar dat eigenlijk de boodschap is. Je ziet ook hier de 7-7. Het kan zijn voor sommigen dat dat te maken heeft met een bepaalde connectie waarin dat er contact gaat komen. Maar wat ik vooral voel is om uit je gedachten te gaan, kan je eigenlijk op een hele eenvoudige manier gaan journaling. Dat is iets wat ik heel vaak doe. Ik heb massa's boeken al volgeschreven. Nu, ik ben ook een schrijver, dus dat is ook mijn ding. Maar het helpt ook om, zeker wanneer je overweldigd wordt door emoties, om die dingen te gaan neerschrijven, om ze van je af te schrijven. Ik ben er 100% zeker van dat er ook mensen gaan zijn die ook al gehoord hebben over de rituelen waarin dat je dan iets opschrijft, dat je wil loslaten en dat je dan eigenlijk het,
via het element vuur, dus echt gaat gaan verbranden en gaat gaan transformeren en teruggeven naar, aan de aarde. Je ziet er ook het hart, dus het heeft ook weer te maken met dat hart, maar het niet enkel laten leiden door je emoties. Dus geef niet te veel kracht aan je gedachten, maar leer ze op een goede manier gebruiken, is het advies voor de vissen. En leer de dingen die je voelt en ervaart, dus je gedachten en emoties in het fysieke te brengen door te gaan schrijven. Het beste is om effectief een balpen te nemen en een schrift aan te gaan schrijven op die manier. Als dat kan, doe dat buiten, doe dat in de omgeving van de natuur en daarin gaat dat jou nog zeker ook weer verder helpen. Wat boodschap voor stier? Stier, ook weer rond de gedachten, maar niet zo gevig zoals de vissen. Het gaat op een andere manier. Waarom? Omdat de extra boodschap is not what it seems. Dus de dingen die je denkt over een bepaalde situatie zijn niet zoals dat ze zijn. En dus ook hier zit ook de maan. Het is belangrijk om die verbindingen te maken met emoties. Zullen we zien? En het anker. Stable, enduring, solid, steady, restrained, secure, persevere, willpower, long-lasting, persist, adventures and fortitude. Ja. Dus het is belangrijk dat je leert jouw realiteit gewoon vormgeven, maar niet vanuit je starre denken, maar vanuit een balans in jouw element lucht en in jouw element water. Dus het anker is het maken met het fysieke en dat je eigenlijk dus dan jouw wereld gaat gaan creëren. Maar heel bewust bent over hoe denk ik in deze situatie. Hoe denk ik en wat denk ik dat er mogelijk is. En dus niet zomaar jouw emoties gaan vertrouwen. Niet zomaar jouw gedachten gaan vertrouwen. Maar de balans houden. En kijken van oké, waar is nu de balans? En wat kan ik nu hiervan in het fysieke gaan trekken? Tweelingen. The fool. Only fools rush in. Dus hij legt ondersteboven. Anders zou het zijn free spirit. Dus het heeft te maken met de dingen. En hetgeen wat ik hier ook vel is de uitdaging van, het is goed tweeling, dat je inderdaad kiest om een nieuw pad te wandelen. Maar ga niet, als ik kiek zonder kop, daar gewoon all the way in. Want dan ga je het jezelf beklagen. Dan ga je eigenlijk je hele kostbare energie op een verkeerde manier gaan inzetten. Advies is de crow, 22, misschien dat voor sommigen wel belangrijk is. Het gaat over memories, dus herinneren, mysterie, uw magische krachten, een nieuw event or happening, ja, of een gebeurtenis. En clever problem solver, observant an omen. Dus je gaat waarschijnlijk ook een teken krijgen. Dus jouw grootste uitdaging zal zijn van niet gewoon, oh ja, dat is een goed idee, en go with the flow. Nee, even terug, net zoals de vogel hier, even gewoon pauze nemen, op uw dak gaan zitten en de hele situatie en de wereld gaan observeren. Wat gebeurt er? Wat is hetgeen dat hier nu aan magie gebeurt achter de schermen? Wat is hetgeen dat die situatie die me hier voor mijn voeten geworpen wordt, mij eigenlijk komt zeggen? En wat kan ik eruit leren? Hoe, op welke manier kan ik efficiënter met mijn energie omgaan, zodanig dat het ook behulpzaam is? Dus 22 heeft ook te maken met die balans houden. Maar dus op een andere manier. Het gaat eerder balans houden tussen, waar dat bij de vorige tussen gedachten en emoties gaat, gaat het bij jouw tweelingen eerder over balans houden tussen actie en rust. Dus niet te snel in actie willen schieten. Dan de ram is de 5 of coins, left out in the cold. En het advies, ga ik er allemaal mee nemen. The Celtic Conoc, unconditional love, legendary divine union, eternal love, infinity, enduring connected. Love of a lifetime. Ja, wat ik heel hard voel voor Ram, is dat ze vanuit hun eigen vuur eigenlijk zichzelf wat gaan saboteren. Ze hebben eigenlijk keuzes gemaakt in het verleden die niet volledig hun passie en hun ware essentie weerspiegelen. Waardoor dat ze zich nu een stukje alleen gelaten en in de steek gelaten voelen. Maar dat is eigenlijk niet zo, want er is heel veel onvoorwaardelijke liefde om jou heen. Het universum houdt onvoorwaardelijk veel van jou. Niet alleen het universum, maar natuurlijk, waarom zeg ik dat op die manier? Omdat het ook zo is. We zijn allemaal in essentie onvoorwaardelijke liefde. Maar we zijn allemaal zodanig geconditioneerd dat we eigenlijk geleerd hebben, of het gevoel gekregen hebben, dat we afgesneden zijn van alles en iedereen. Dus, Ram, voor jou,
Tap meer in op die eenheid. Tap meer in en ga bewust verbinden met jezelf. De eenheid in jezelf. En van daaruit ga je zien dat er zich heel veel in jouw realiteit ook gaat weerspiegelen. Waardoor je inderdaad meer ervaringen gaat hebben en gaat zien en voelen van... Ah ja, inderdaad, er is oneindig veel liefde voor mij beschikbaar. Ik moet gewoon op de juiste frequentie zijn en ik moet, belangrijk, open zijn om te gaan ontvangen. Dan hebben we kreeft. Kreeft. Het is een 4 van munten. Material attachment. Pardon. En wat zien we? Queen of water. Ja. De kreeft heeft eigenlijk de laatste maanden, de laatste jaren misschien al veel te lang... veel te veel gefocust op materie, op die 3D-wereld. En zat eigenlijk echt vast in de 3D-wereld. Door wat er nu gaande is, worden ze veel meer ook geduwd om naar hun ware aard te gaan kijken. Dat is hier wel schorpioen, maar het gaat over de Queen of Water. Dus de vrouwelijke essentie dus van emoties. Met andere woorden, kreeft, jij bent een waterteken. Dus leer om te gaan met die emoties die voor jou zo van nature zijn, maar... Waar je geleerd hebt in het verleden van emoties zijn niet oké. Moet actie genomen worden en niet meegaan met de flow, maar controle. Dat zijn de dingen die je nu eigenlijk meer en meer mag gaan loslaten. Meer en meer, je ziet ook die man en die vrouw, meer en meer ook vertrouwen op de vrouwelijke energie in jezelf. En het maakt niet uit of je een man of een vrouw bent. Het is dezelfde boodschap. En dan ga je zien dat binnen 3 tot 6 maanden jouw leven eigenlijk een hele andere wending gaat gaan aannemen. Dus dat is ook van oktober tot november 21. Dus de grootste veranderingen zullen nu de komende periode gaan gebeuren. Maar op voorwaarde, dat is ook Pluto. Pluto heeft inderdaad nu ook een heel belangrijke rol nu. Dat is ook de reden waarom we ons allemaal zo voelen. Maar je gaat zien dat, de kreeft door een hele belangrijke transformatie gaat. Dan ze inderdaad veel meer... beroep gaan doen en veel meer gaan vertrouwen en veel meer kracht en macht gaan geven aan de vrouwelijke energie in zichzelf. En dus veel meer gaan vertrouwen op de emotionele wereld, de emoties en niet meer per se enkel alleen maar op wat er zichtbaar is in de 3D-wereld. Dan hebben we weegschaal. Justice, guilt en blame. En we zien hier ook de planeet Venus. En hier hebben we de Tower. Standalone guidance, government, institutions, ego, taal, corporations, legal systems, erudite, experience en hierarchie. Excuseer. Weegschaal. Weegschalen gaan de komende maanden veel meer leren hun eigen energie op de juiste manier gaan uitdrukken. En daardoor... gaan ze in eerste instantie ervaren dat ze zich op heel veel situaties alleen voelen. Dat ze precies alleen staan. Maar dat is net de gerechtigheid die eigenlijk aan het geschieden is. Dus door zelf te gaan veranderen, door meer jouw mening op een evenwichtige manier te gaan uitdrukken, hoe meer je gaat merken dat je vanuit de goede energie, dus vanuit dat hoger bewustzijn, vanuit liefde en overgave en vertrouwen, wel een invloed hebt. En dat je wel kan gaan staan in je kracht en een belangrijke instituties, of misschien bij belangrijke, of misschien in je bedrijf, of waar dan ook, maar een belangrijke inzicht kan doorgeven aan gezagsleiders. Misschien ben je zelf een leider ergens in een bedrijf. Ook daarin ga je dan merken dat je krachtiger en sterker wordt, maar vanuit de juiste energie. Dus niet vanuit controle en macht, vanuit die vervormde mannelijke energie, maar vanuit de geheelde versie in jezelf. Dus dat, het uitspreken van je waarheid, maar vanuit liefde en licht, dus vanuit je diepste essentie, is de boodschap voor weegschaal. En dan hebben we schorpioen. We hebben de 10 van munten, family legacy. De grootste uitdaging voor jouw schorpioen is om je niet vast te zetten op het beeld dat je hebt over wat dat betekent om alles gemanifesteerd te hebben, om een vervuld leven te hebben. Maar dat wel met de juiste partners, met de juiste mensen om jou heen, mensen waarbij je bijvoorbeeld een relatie hebt of waar je mee verbindt, om dat op een duidelijke manier te gaan communiceren, want Mercurius is vermeld.
En wat hebben we als advies? Beginnings, innocent, brand new, creativity, spontaneous, carefree, inexperienced, tender, new perspective and girl. Ook hier weer, vermelding naar je eigen innerlijke kind. Plus ook, kijk terug van waar zit je nog met ideeën en overtuigingen die je meegenomen hebt, gewoon door in een gezin op te groeien. Misschien waren er wel hier en daar dysfuncties in het gezin, en dat is heel normaal. Er zijn heel veel gezinnen waar dat er bepaalde dynamieken zijn, bepaalde patronen zijn. En daar is het ook belangrijk om dat voor jezelf bewust te worden. Bij sommigen gaat het belangrijk zijn om dat ook te uiten, ten aanzien van je ouders en familie, broers en zussen, wat dan ook. Bij anderen is het gewoon voldoende om het voor jezelf bewust te worden, om het van daaruit te kunnen transformeren. En dat op zich, dus dat bewust worden, gaat eigenlijk dan een nieuw begin krijgen, waardoor je dan uiteindelijk inderdaad die vervulde familie, of dat familiebeeld dat je hebt, gaat kunnen manifesteren. Maar het vraagt dus om eerst een aantal stukken in jezelf verder nog te gaan healen. Misschien voor sommigen is ook die poes belangrijk, want katten zijn ook heel zelfstandige dieren. Hè. Als ze het niet, als het niet op hun planning staat om te knuffelen, wat dan ook, dan gaan ze dat wel zeker laten merken. Dus ook daarin, en dat is ook een beetje het eigen aan schorpioen natuurlijk, hè, met die schorpioenstaart, wees daar bewust van. Ga dieper in jezelf, en binnenkort is het ook jouw seizoen, schorpioen. Dus neem die tijd om echt jezelf opnieuw te leren kennen. Maar dus je vernieuwde zelf. Zie waar dat die onschuld in jezelf aanwezig zit. En deel dat ook meer met de wereld. En dan ga je zien dat die ook zich weer gaat gaan weerspiegeld worden. Die groei die je maakt in je relaties en in je gezinsleven. Wie hadden we nog? Boogschutter. De tower bedoel ik. Een narrow escape. En wat zien we dan nog? Het heeft te maken met jouw vuur, met emoties. Wacht. En dan hebben we de adviesklok. Time and urgency, culmination. Incremental longevity. Longevity. Unstoppable stands the test of time, past, present and future. Boogschutters. Bij boogschutters gaat het grootste... De grootste uitdaging ligt hen in hun mannelijke energie. Waarin dat ze hun mannelijke energie eigenlijk veel te vaak gebruikt hebben vanuit het mentale. Vanuit die vervormde mannelijke energieën. En dat ze eigenlijk hun vuur op een verkeerde manier gaan gebruikt hebben. Hun vuur op een zodanige manier gebruikt hebben dat het eigenlijk vanuit die donkere kant kwam. Maar nu, natuurlijk zitten we in een bepaalde fase in de evolutie dat eigenlijk niet meer toegestaan wordt. En je ziet hier ook, langs de ene kant lijkt het hier winter en langs de andere kant lijkt het hier herfst. Wat dat eigenlijk omgekeerd is, hè, want het is eerst herfst hier, toch hier in het noordelijke halfrond. De boodschap is eigenlijk, of het advies is eigenlijk, om waar hij altijd dingen deed van stap 1 naar stap 10, om eigenlijk nu omgekeerd te beginnen. Van stap 10 naar stap 1. En dan gaan we kijken van, wat is het eigenlijk? Of, bij anderen gaat het zijn van, de situatie waar je nu in zit, die jou eigenlijk dat tower-moment en dat log creëert, om te gaan kijken van, oké, wat is er eigenlijk gebeurd? Dus bekijk, herevalueer, observeer vooral de stappen die genomen zijn. En waar zou je het eigenlijk de volgende keer anders kunnen gaan doen? Zodanig dat het veel meer afgestemd is met jouw unieke energie. En in dat proces van doen, ga je uiteindelijk ook een escape. Maar dan hoor een escape, dat klinkt wel negatief. Maar ga je eigenlijk een oplossing vinden voor wat dat je nu het meeste tegenaan loopt. Een maagd. Hebben we Ace of Cups en Overflowing Love. Je hebt hier ook kreeft nog, schorpioen. En dus, wat is het andere waterteken ook alweer? Vissen, ja, tuurlijk. Maagd. Dus de uitdaging ligt hem in die Ace of Cups. Dus eigenlijk een nieuw begin in liefde. Het overvloeiende overvloeiende gevoel van liefde. En wat is het advies? Wishes do come true. Peace, miracle, dreams, feeling blessed, hopeful, falling in love, nighttime, inspiration and providence. Ja. Wat ik hier heel hard voel, dan heb je weer opnieuw ook weer die feeling met dat één.
Dit heeft te maken ook met iets in je relaties. In eerste instantie natuurlijk de relatie met jezelf. Maar tegelijkertijd ook de uitdaging van als er inderdaad een ongelooflijke liefde op je pad komt. Of iets nieuws in je liefde. Of een nieuwe manier, een nieuw inzicht. Waardoor dat je je werk op een meer vervulde manier kan gaan doen. Dus pas het toe zoals je voor dat past voor jou. Dan is de grootste uitdaging om daar, zeker als aardeteken, om daar niet van weg te lopen. Maar om erin te zijn. Om het te ontvangen. En om dus nog veel meer in die vrouwelijke energie van overgave te gaan zitten. In die vrouwelijke energie en dan in die ontvangstmodus te gaan zitten. Om te weten en te beseffen dat jij een deel bent van het universum, van het geheel. En dat mirakels bestaan omdat mensen het toelaten om ze tot hun te komen. Dus dat alles wat je nu visualiseert en wat je eigenlijk naar verlangt, dat je eigenlijk moet regelmatig tijd voor maken de komende periode om dat echt te gaan visualiseren. Om dat echt jouw één mee te worden. Alsof dat je jezelf projecteert via je visualisatie, via je intentie in die nieuwe realiteit. En dan ga je zien dat je eigenlijk de deur opent om die overflowing love, die overvloeiende, overstromende liefde en overvloed in je leven toe te laten. Mooi, mooi, mooi. We hebben nog Leo. Leo hebben we Seven of Wands. Dus is echt in zijn eigen teken van vuur. Word fighting for. En zie je dan de twee adelaars of Ascenda. En we hebben advies Neptune. Ruler of Enlightenment. Inspiration, illusion, spirituality, intuition, physical ability, fantasy, dreams, disillusion, enlightenment and the hanged man. Ja. Ik denk dat bij sommigen, we gaan misschien ook al boodschappen of hetzelfde horen wat ik hoor. Maar hier gaat het over hoe zet ik mijn vuur, mijn passie om via mijn geheelde mannelijke energie, zodanig dat het weer werkt voor mezelf. Dus vandaar ook de hanged man. Neptunus is ook een planeet van overvloed. Als je die combineert met andere planeten, dan gaat het nog vergroten. Dus met andere woorden, als je focust en je energie en vecht voor de verkeerde dingen, dan gaan die dingen eigenlijk vergroot worden. Dus Leo, gebruik jouw krachtige energie, jouw vuur, op een hele efficiënte manier. En hou ook die verbinding met je intuïtie. En let op, wees je ook heel bewust van waar dat je eigenlijk jezelf blaasjes wijs maakt, vanuit bepaalde overtuigingen, vanuit bepaalde beperkende overtuigingen, moet ik eigenlijk zeggen. En kijk dan wat dat is dat eigenlijk jouw grootste lessen zijn. Als je een beetje thuis bent in astrologie, dan weet je dat dit teken te maken heeft met je noordnood. En je noordnood is eigenlijk hetgeen waar je nu naartoe moet, mag leren, mag gaan. Omdat daarin eigenlijk de grootste lessen zitten. Dus eigenlijk, jouw missie zit in je noordnood. Waarom? Omdat dat hetgeen is waar dat je mag gaan veranderen. Ook de 10 ziek is nog belangrijk. Dus je zit op het einde van een bepaalde fase. Afhankelijk van jouw leeftijd en zo verder is dat voor iedereen iemand anders. Dat kan zijn in jouw persoonlijke groei en relaties en wat dan ook. Maar je zal zelf wel weten wat dat is. En dus weet dat het einde daarvan onmiddellijk ook het begin is van iets nieuws. En ook daar wees heel bewust wat dat het dan is dat je als nieuw in jouw leven wenst te vervangen. Wens te ontvangen. Is het iets gelijkaardigs of wil je iets verhogen in frequentie en van daaruit dan ontvangen? De steenbok. The King of Swords. Mind over matter. Dat is ook te maken met de vrouwelijke energie. Ook als dat er een mannelijke energie. Dan hebben we de slang. Deception, jealousy, betrayal, backstab, toxic, silent treatment, seduction, sexuality, counterproductive. Oké, dus dit heeft ook weer te maken over gedachten. En dat steenbok is een aardeteken. Dus het grootste issue hier is dat je moet eigenlijk... Dat je moet opletten wat dat je zelf vertelt. Welk verhaal dat je vertelt. Wat dat de gedachten zijn. En dat je dat je bewust bent dat alle gedachten die je hebt, meer nog diegenen die eigenlijk onbewust in jou aanwezig zijn,
dat dat degene zin dat gaat manifesteren. En dus daarover gaat die deception. Bij sommigen kan het ook zijn dat je in je omgeving daar ook moet voor opletten, maar dat voel ik niet zo heel sterk. Dat gaat maar voor een klein aantal personen zijn. Maar het gaat erover van dat je leert jouw gedachten, soort, king, is het een van de, laten we zeggen, wanneer je een king of een queen hebt, dan ben je eigenlijk een volleerde in dat element. En dus heb je eigenlijk geleerd dat de realiteit niet altijd is wat het lijkt. En dat de realiteit niet altijd overeenstemt met waar dat je zit in energie en in frequentie. En dus je moet leren op die manier verder jouw realiteit vorm te geven. Dus je moet gaan eerst, dus dat zoals ik bij een ander teken ook gezegd, dan eigenlijk ga je achterwaarts te werk. Je gaat eerst gaan voelen in energie, wat is het? Je gaat gaan visualiseren. En dan ga je ervoor zorgen als een ware meester om je gedachten daarmee uit te lenen. Ook al is je realiteit of lijkt je realiteit nog eigenlijk niet te zijn wat je diep van binnen voelt dat zou kunnen zijn. En dan hebben we nog eentje, de waterman. Dat is ook nog een luchtteken. Die heeft de hermit maar omgekeerd. Met self-absorbed. Oeps. En de mortar and pestle. Blend, brew, alchemy, concoction, medicine, breaking things down, making something else, potions and spell work. Die zitten ook weer aan een bepaalde fase. Het einde van een fase, want dat is eigenlijk het advies daarop. Maar dus ik ga het samen en vertellen wat ik ook hoor. Dus de hermit is eigenlijk degene die naar binnen gaat. Degene die die de kluizenaar die alleen is met zichzelf en aan innerlijke werk doet en de tijd en ruimte vrijmaakt om boodschappen te ontvangen. Wat ik hier zie, is dat dat eigenlijk een stuk tegen zichzelf is beginnen keren. Waardoor dat je, laten we zeggen, een stuk ja, self-absorbed, een stuk te veel overtuigd bent van je eigen waarde. Waardoor dat je nu dingen gaat gaan creëren waarvan dat je denkt dat is goed en dat is van mijn hoogste goed. Maar het blijft nog steeds vanuit controle. Dus het is niet een hermit vanuit spirituele meesterschap. Het is nog steeds vanuit controle en het is nog steeds dus vanuit wonden en onbewuste stukken die aanwezig zijn in jouw energie. Dus de komende maanden is belangrijk om daar eigenlijk met jezelf eerlijk over te worden. Om daar in communicatie met jezelf over te gaan. En om wanneer dat de omgeving of jouw omgeving of mensen jouw dingen terugspiegelen, om daar eigenlijk wel op een goede manier mee naar binnen te gaan. Om uiteindelijk tot die spirituele meesterschap te kunnen komen. En dus dat is het stuk ook waarin je leert wat dat ware alchemie is. Waarin je leert de bewijzen of alles die in je realiteit is te zien als spiegelingen van de disbalans die nog in jouw eigen energie is. En je kan altijd keuzes maken vanuit het ego weer en vanuit bepaalde veiligheid en bepaalde zekerheden dat je had in je leven. Maar ik heb al gezien bij sommige klanten dat zij na verloop van tijd gewoon een stuk terugkeren naar hoe dat het oude was, door dingen dat ze meegemaakt hebben. En dus niet echt de ware boodschap zien van de uitdaging of het obstakel dat ze meegemaakt hebben. En dat is jammer natuurlijk, maar ja, ook dat hoort een deel van hun proces waar ik al enkel maar in kan toekijken en kan stukken en inzicht in geven, tot zover dat ze mij toelieten. En dan gaan we anders de video afronden met nog een algemene boodschap, algemeen advies. En dat is Moose. Imposing, powerful, independent, time alone, attitude is everything, calm, cool and collected, confident and solidarity. Als dat geen mooie boodschap is voor waar dat we nu in zitten. Dus focus op solidariteit. Ga naar binnen wanneer dat nodig is. Weet dat je onafhankelijk kan functioneren en alles kan manifesteren. Dat je er ook niemand anders nodig hebt. Dat je superkrachtig bent. Maar dat altijd te maken heeft met hoe zit mijn energie.
Waar sta ik in mijn energie? En dat is ook weer mooi hoe dat dier nu dat dier opstaat. Want dieren gaan altijd alles weerspiegelen. Dit is ook het teken van union, van eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En je weet altijd in eerste instantie bij jezelf en dan vervolgens in een connectie. Zo, hiermee met deze boodschap wil ik afronden. En ik wil je een persoonlijke reading of healing of wat dan ook. Kijk in de linkjes hieronder. Kijk naar waar je naartoe getrokken wordt. Zoals je weet, alles wat ik ervaren heb, opnieuw herinner, gechanneld heb, staan in het e-book van de boeken, laat ons zeggen, tot de cursussen. Dus op die manier kan je jezelf, jouw eigen proces eigenlijk weer in handen nemen. En kan je leren om terugkerende patronen en cyclussen te zien, waardoor je orde brengt in de chaos van dat proces van zelfontwikkeling. Dus dat gezegd zijn, dan wens ik je een fantastische dag en zie je in de volgende video. Dag!